Als er weer een schoolvakantie voorbij is, komen de luizenmoeders in actie, zoals hier bij basisschool De Ichters in Zwolle. Ja, je moet strengetje voor strengetje pakken en dan kun je het allemaal goed zien. Ja, daarom halen we de vlechtjes ook los en dan kun je goed kijken hoe het gaat. Ja. Ook de juffrouw wordt gecontroleerd. Nou, het is gewoon wel belangrijk, gewoon preventief. Je wil graag je klas en je school luizenvrij houden. En het is toch altijd wel een dingetje voor ouders als je luizen hebt. Hè, dat er even de haren gewassen moeten worden, de kleding wordt nagekeken. En gewoon belangrijk om dat bij te houden. Ja. Nou, vertel eens, wat is er gebeurd? Kietelen. Kietelen. Oh, op je hoofd werd er gekieteld. Ja. Ja. En als er luizen worden gevonden in de klas, dan gaan we ook terugkomen na 2 weken om te kijken of er goed is gekamd. En dan doen we nog extra hercontrole daarvoor. Ja. Die hercontrole is in deze klas niet nodig, want er is geen luis gevonden.